William Shakespeare. Wat inspireerde hem? Een aantal van zijn citaten. But soft, what light through yonder window breaks, it is the east, and Juliet is the sun. Arise, fair sun, and kill the envious moon. Love comforteth like sunshine after rain, but love's effect is tempest after sun. Doubt thou the stars are fire, doubt that the sun doth move, doubt truth to be a liar, but never doubt I love. Welkom bij het Heelal en Meer. In deze aflevering ga ik het hebben over de bron van de warmte, de bron van het licht, onze zon. De zon is een ster. Al die stipjes die je 's avonds aan de hemel ziet, dat zijn allemaal sterren zoals onze zon. De een wat groter, of wat kleiner, wat heter of juist wat koeler. En als ze bewegen, dan is de satelliet van Elon Musk. De zon is een dwerg. Dat wil zeggen dat het een kleine ster is. Desalniettemin heeft de zon een diameter van 1,5 miljoen kilometer. Als we een beetje zouden proppen, passen er wel 1 miljoen aardes in de zon. Dat is best wel een flinke dwerg. 13,8 miljard jaar geleden vond de oerknal plaats. Het universum was toen heel heet en heel energierijk. Het universum expandeerde en koelde af. Bij dat proces werden de eerste atomen gevormd, de waterstofatomen. Het universum vulde zich met astronomische wolken van waterstof. En door de zwaartekracht trokken die wolken langzaam samen. En daaruit zijn de eerste sterren en sterrenstelsels geboren. Wanneer het gas door de zwaartekracht naar binnen wordt getrokken, gaat het ronddraaien. Het neemt de vorm aan van een platte spiraal en in het midden komt het waterstof samen onder immense druk en hoge temperatuur. Dit is de geboorte van een ster. In de kern van de ster kan de temperatuur wel oplopen tot 10 miljoen graden Celsius. Daarbij fuseren waterstofatomen tot atomen helium. Dat noemen we kernfusie. Bij dat proces komt straling en hitte vrij. En dat is de bron van de warmte en straling die we overdag zien en voelen. Die straling duwt alle deeltjes in de zon naar buiten toe. Maar de zwaartekracht trekt alles juist naar binnen toe. Die twee krachten houden elkaar in stand zolang de kernfusie duurt. De zon schijnt al zo'n 4,5 miljard jaar. En blijft nog zo'n 5 miljard jaar schijnen. Dan is de waterstof in de kern van de zon opgebrand. De kern krimpt dan, maar de fusie gaat gewoon verder met het waterstof buiten de kern. Er ontstaat een nieuw evenwicht waarbij de zon expandeert en verandert in wat we noemen een rode reus. We weten niet precies hoe groot de zon gaat worden, maar er is een kans dat de zon de aarde gaat opslokken. Over 5 miljard jaar. Op het eerste gezicht is de zon saai. Je mag trouwens nooit zonder bescherming direct in de zon kijken, want dan beschadig je je ogen. Maar ook als we iets naast de zon kijken, dan hebben we wel door dat er niet veel meer te zien valt
dan een cirkel waar fel licht vandaan komt. Onze ogen zijn ook helemaal niet geschikt om de zon goed te bekijken. Maar er zijn telescopen waar we dat wel mee kunnen. En als we die gebruiken, dan blijkt dat de zon een prachtig turbulent hemellichaam is. Dit zijn beelden van NASA's Solar Dynamics Observatory. Een telescoop in de ruimte waarmee sterrenkundigen de invloed van de zon op de aarde proberen te doorgronden. Turbulentie van de zon ontstaat doordat geladen deeltjes constant bewegen in gigantische bubbels. Als een soort reusachtige lavalamp. Geladen deeltjes die bewegen genereren magneetvelden. De magneetvelden oefenen krachten op elkaar uit. Ze kruisen elkaar, ze raken in elkaar verstrikt en soms leidt dat tot een plotselinge uitbarsting van energie. Een zonnevlam. Daar waar magneetvelden uit het oppervlakte van de zon komen, daalt de temperatuur omdat de velden een deel van de hitte vasthouden. We zien dat als zonnevlekken. De zon is goud voor sterrenkundigen, omdat we van dichtbij kunnen zien hoe een ster werkt. En daarmee ontrafelen we een klein beetje van een mysterie hoe het universum werkt. De aarde is verbonden met het ontstaan en uiteindelijk de ondergang van de zon. Shakespeare schreef: Juliet is de zon die opkomt in het oosten. Maar Juliet gaat uiteindelijk onder in het westen. Ooit is de zon opgebrand en waar zijn wij dan als mensheid? Volgen wij Juliet, zoals Romeo dat deed? Of zijn we tegen die tijd vertrokken en laten we de zon eenzaam sterven? Het lot van de zon ligt vast. Maar zolang deze nog brandt, mogen we genieten van haar schoonheid en warmte.